Deze nieuwsuitzending betreft eentje in de serie Dagen droog met Perry. Ik heb het gelukzalige plan opgevat, dat is inmiddels 22 dagen geleden, om te kappen met alcohol en wiet. Ik was al gestopt met koffie. En dat kostte me helemaal geen moeite. Het was ook meer dat ik toen denk, ja, al dat gezeur met die koffie de hele tijd. Maar ja, toen zoop ik ook bier in enorme hoeveelheden per dag. En dan kan je makkelijk zonder koffie. Tenminste, ik kon makkelijk zonder koffie. En ik mis het nog steeds niet. Koffie zegt mij helemaal niet. Ik drink nu thee. Nou zit ik te drinken groene thee van de Albert Heijn. En die staat helemaal onder op het allerlaagste schap. Waar wel meer producten liggen die ik aanschaf. Want ik ben aan het oefenen om te gaan leven van een bijstandsniveau uitkering. En ik zag dat bedrag, dat is iets meer dan 900 euro in de maand. Toen dacht ik, wow, moet kunnen. Ja, je moet weten, ik ben niet iemand die, die alcohol heb ik eraan gegeven, dus ik ga niet meer naar de kroeg. Ja, dat scheelt de partijcenten. Nou, de rest doe ik dus, ja, ook thuis zuipen, doen we ook niet meer. Ja, je gaat natuurlijk wel meer eten, maar ik heb gisteren bijvoorbeeld champignonsoep gemaakt, zelf. Daar heb ik nog van over, ga ik vanavond van eten. Ik ga ze dadelijk een lekker broodje halen. Eet ik champignonsoep met brood. Oh, en een pakje roomboter, dat heb ik wel verdiend. Nou, had ik per ongeluk margarine gekocht, maar margarine moet je niet eten. Kun je net zo goed karton eten. Er zitten van die transvetten zitten erin en die kan je niet verteren. Het smaakt wel lekker, maar het slaat nergens. Als je dan toch boter eet, dan eet dan echte boter. Niet van die plantaardige, getransformeerde toestand. Ja, dan verstout ik me dan een beetje. Heerlijk goedkoop blijven. Zo dadelijk, dat wordt ook het onderwerp van deze uitzending. Ik moet over drie kwartier of zo, ongeveer. Moet ik de deur uit. Want dan gaat meneer Perry een nieuw ID-bewijs aanvragen. Die van mij was verlopen. En dan bij het UWV is dat een no-go. Want je moet wel een geldig ID-bewijs hebben. Ik had natuurlijk een geldig rijbewijs. Maar dat helpt niet. Dan weten ze nog steeds niet zeker wie je bent. Dat is dat bij die vrouw van het UWV. En die had dan zo'n computer dinges natuurlijk. Hè. En die zei, oh, je ID-bewijs is verlopen. Ik zei, dat heb ik nog helemaal niet verteld aan jou. Nee, zei ze, dat kan ik je zien in de computer. Ja, ze weten alles van je. Maar dan moet je ook nog een geldig pasje hebben. En die oude pas, daar was niks mis mee. En ik lijk nog steeds sprekend op die pasfoto. Je gaat mij niet vertellen dat er iets mis is met die pasfoto. Nobody will say. Kom je erbij? Die lijkt nog prima. En ik lijk nog prima op de pasfoto. Dat is een soort wederzijds op elkaar lijken systeem voor mij in mijn pasfoto. Je blijft lachen met de overheid. Dus ik moet nou een nieuw bewijs hebben. Nou, dat krijg ik zo dadelijk. Hartstikke leuk. Dan moet ik al mijn oude verlopen bewijzen meenemen. Dus ik neem aan dat ik van die oude verlopen bewijzen aan af ben, want ik heb ook een paspoort. Maar dat heb ik nog niet, dat is ook al lang verlopen. Een nieuw en paspoort, ja, sorry hoor. Heb je dat voor nodig als je naar Finland gaat of zo? Denk ik wel. Maar ja, dat ga ik toch niet.
Ik zou niet weten wat ik over de grens moet. Hier in Nederland is het al vervelend genoeg. Nee, dat was een grapje. Ja, kom op, jongens. Als ik dan toch een keer wil gaan emigreren, dan ga ik wel emigreren naar de Achterhoek. En daar geldt gewoon je idee bewijs. Dan ga ik lekker naar Aalten. Of Winterswijk. Of naar de allergrootste, mooiste stad van de Achterhoek. Almelo. Zodra ik een mooi nieuw idee bewijs. Kijk hoe lang dat ding mooi geldig is. En dan over een jaar of zo, dan is mijn rijbewijs verlopen. Moet ik dat weer gaan vernieuwen? Dan mag ik alvast voor gaan sparen van mijn bijstandsuitkering. Dat kan betalen. Alhoewel, misschien krijg je daar weer bijzondere bijslag voor. Oh, dat was zo leuk, man. En ze hebben dus al een... Ik hoorde al, hè. Dat ze hebben waarschijnlijk een baan voor mij. Nee, maar dat wil geinen. Daar heb ik ook echt zin in. Dat is toch niet gek? Door wie niet werkt, zal niet eten. Weet je nog? Nou dan. Dus ik moet werken, dan nou. Ja, geen 80 uur in de week natuurlijk, want ik ben 59, upcoming 60. Mij gaat het voorlopig nog goed, maar ja, ik ben niet meer zo piep. De ambtenaren van mijn leeftijd, die zitten al lang van hun pensioen te genieten op een camping in Varsseveld. Ze zullen wel een beetje genade met me hebben. Oh, wat lijkt me. Ik zie mijn toekomst zo lekker in. Het wordt alleen maar mooier en beter. Ik heb vandaag weer lekker schoongemaakt. Daar ga ik nog even mee door, hoor, vanavond. Als ik terug ben. Het is maar 10 minuten, hoor, zo'n idee aanvragen. En oh, dat was ook nog grappig. Ik had dus geen geld om een nieuw idee te regelen voor die afspraak. En die dame, heel aardige, die vrouw. Oh, zei ze, maar dat maakt niet uit. Dan krijgt u van ons een machtiging. En dan... dan kan je die machtiging laten zien. En dan wordt dat bedrag voor dat ideebewijsdinges, dat wordt ingehouden op je uitkering. En ik dacht, kijk, vond ik heel coulant. Heb ik er ook geen gezeik mee. Ik ben benieuwd wanneer de eerste uitkering komt en wanneer ik dan die baan krijg. Dat ik aan de slag mag in de thuiszorg. Dat heb ik, ja, thuiszorg of andere vormen van zorg. Ga ik daar een beetje carrière maken? Voor thuiszorg moet je, neem ik aan, de beschikking hebben over een fiets. Ik neem aan dat thuiszorg, dat het ook hier in de omgeving kan. Bij wijze van spreken in mijn eigen portiek, die beneden op de begane grond, er zit een stelletje bejaarden. Nou, die kunnen wel een beetje thuiszorg gebruiken, dacht ik. Of anderen, ergens in Arnhem-Zuid, nou, dan ga ik lekker op de fiets. Hoor. Door weer en wind. En wat maakt mij dat aan? Of ergens hier in Arnhem-Noord, vind ik ook best. Over het lange water, prees ik H2, zeg het maar. Ik heb mijn hele leven gewerkt in die zware commerciële business. Survival of the fittest. En altijd de gezeiken. Het zijn altijd weer die vrouwen en die homo's die zo zeiken. En nu kan ik uiteindelijk gewoon rustig zeggen, want ik ben toch die business uit. Weet je, van die types van, hallo, ik ben Gerard van de marketing. En dan denk je, oh nee, een homo, oh. En dan krijg je toch een gezeik mee, man. Ja, ik wil gewoon op een knop. Ik zit in een automatisering, zat ik, hè. Ja, ik wil op een knop. En wat moet die knop dan doen? Nou, als ik erop klik, dan wil ik de gegevens zien die ik nodig heb. Ja, wat heb je dan nodig voor gegevens? Ja, dit is iedere keer weer anders, hoor. Want het is wel zo, ik wil wel dat het heel handig werkt. En dat ik het ook in één keer begrijp. Zo, dat net.
Nee, maar dat soort wensen, daar kan je als programmeur gelijk mee aan de slag. Je weet precies wat je moet doen. Nou, van dat gezeik ben ik mooi af. En ook van die vrouwen die me dan 's morgens vroeg wakker bellen van, wat heb je met het systeem gedaan? Ik zeg helemaal niks. Nou, maar het werkt heel anders dan gisteren. En dan blijkt dat ze een nieuwe computer hebben. En daar ben je dan pas achter na een half uur. Als je aan haar vraagt, want check dan eens even bij de pagina-instelling of die wel klopt. Dat ze dan zeggen, nou, waar zit het dan, de pagina-instelling? Ik zeg, ja, meisje, meisje, dat weet ik niet. Je hebt een Windows-computer, want dat vind je baas zo fijn. En ik snap die dingen niet, want die veranderen iedere zoveel maanden. Zit het weer ergens anders met Windows 93, 94. Ja, ik ben de tel kwijtgeraakt, hoor. Ja, maar ik weet het ook niet. Want ik heb net sinds vanmorgen een nieuwe computer. Ja. En dan tegen mij zeggen, wat heb je met het systeem gedaan? In plaats van ze een bel te zeggen, nou sorry dat ik je zo vroeg bel. Maar ik heb een nieuwe computer gekregen en die is kennelijk niet helemaal goed ingericht. Dan kan je me even helpen. Ja, het is jouw werk weliswaar niet. Maar ja, de eigen ICT-afdeling, ja, die nemen de telefoon niet op. Dus kan ik jou dan even bellen? Wil jij me even helpen alsjeblieft? Nee, dat zeggen vrouwen niet. Nou, en dat gezeik heb ik mooi niet meer. Mooi zo. Heb je misschien er tegenover dat mevrouw Van den Berg met een nieuwe heup, dat die ook een ontzettende zeurnuis is? Dat zou kunnen. Maar dat gaat dan alleen maar om thuiszorgwerk. Ja, kom op. En niet dat. Want zo'n vrouw die dan eventjes zegt, hè, van wat heb je met het systeem gedaan? Ja, voor hetzelfde geld, lult. Dat is het me ook gebeurd, hoor. Dat zo'n vrouw dat even in de rondte ging brullen, dat het systeem zogenaamd kapot was. En dan krijg je mooi een slechte naam van, hè? Nee, maar daar word je chagrijnig van. Ja, mevrouw Van den Berg met de nieuwe heup. Ja, die kan hooguit zeuren tegen die persoon van thuiszorg, die dan ook tegen mij zei van, nou, ik hoop dat het met mevrouw Van den Berg, dat je het een beetje volhoudt, want ze zat tegen mij ook enorm te zeuren. Ik zeg, jawel joh, ik doe er gewoon de afwas en de boodschappen. Nou, ze zei dat ze die macaroni van jou van de vorige keer helemaal niet lekker vond. Ik zei, nou, dan vraag ik wel even aan haar wat ze dan wel wil. Dan maak je toch wat anders. Krijg ze lasagne. Kan ik ook maken, hoor. Vegetarisch kan ik ook koken, geen probleem. Ja, dat hoort toch allemaal bij de thuiszorg, dat je boodschappen doet, even de keuken schoon. En dat je dan een pan lekkers maakt voor waar ze 2, 3 dagen van kunnen eten. Toch? Nou, ik doe het wel, hoor. Geen probleem. Eerst mijn ID-bewijs halen. Zodat de overheid extra zeker kan zijn dat Perry Winkel wel Perry Winkel is, want ja, je weet het nooit. Met mensen die geboren zijn om 3:50 op 29 augustus 1959 te Bovenkerk in de A.G. Dekenlaan nummer 3. Ik weet zelfs de kamer waar ik geboren ben. Ik weet de 3 voornamen van mijn vader, de 2 voornamen van mijn moeder. En ik weet ook nog ja, de voornamen van mijn opa van mijn vaders kant, weet ik. Mijn oma van mijn vaders kant, die heette Hillegonda, roepnaam Gonnie. Ja, dus ik ben Perry Winkel, lijkt mij. Weet de overheid heus wel, hoor. Maar zo dadelijk zijn ze extra zeker, want dan heb ik een kaartje bij me. Ja. Vooral die overheidsdienaren die niet de beschikking hebben over een terminal aangesloten op het burgerservice systeem. Oh, en mijn BSN-nummer ken ik uit mijn hoofd. Dus. 059-668-301. En 59 is mijn geboortejaar. 1959. Ja. Nee, lijkt me leuk. Het zijn meestal wel gezellige mensen, hoor, bij het gemeentehuis. Aardige lui. Toen ik, dat was wel jaren terug. Toen was ook zo goed. Je blijft lachen met de overheid. Ik was in Café De Buik. Ik denk, oh, daar komt er weer zo'n suipverhaal. Nou, nee, inderdaad. En in die dagen was het nog lekker druk bij Café De Buik. Ik kan het nu wel aanbevelen om er naartoe te gaan. Maar het enige wat er nu positief aan is dat je overal aan de bar kan gaan zitten.
zonder dat je bang hoeft te zijn dat je iemand zijn kruk inpikt. Wat toen wel het geval was, hoor. En dan pakte je een kruk en dan kwam er iemand en die zei, hey joh, daar zat ik. Oh, sorry. Stap eens terug, man. Anyway, ik stond er aan de bar en ik had net besteld. En toen kwam er een leuk liedje. En toen dacht ik, kom, ik ga even dansen. En die mensen die om me heen stonden, ja, die kenden ik. En ja, ik laat mijn spullen, dat was echt heel dom. Ik laat mijn portemonnee op de bar liggen. Ja, in Café De Wacht kan je dat doen. Dus in een streetcafé kan je dat ook doen. Ja, dat moet je niet doen natuurlijk, want dat is gewoon dom. Maar ik had het gedaan en toen was ik klaar met dansen. Toen was mijn portemonnee pleiten. En er stond zo'n hele grote neger, die stond tegen die paal aangeleund. En dat was degene die daar het dichtst bij in de buurt stond. Hè? Dus ik zeg tegen die neger van, hey, ik had hier net een portemonnee neergelegd en die is nou pleiten. En die neger tegen mij, jij mij beschuldigen, jij racist, de boer, de bal. Vond ik wel een beetje een vreemde reactie. Want ik vroeg alleen maar, van, heb jij iets gezien? Ik zei toch niet dat hij het gestolen had. Ik vroeg alleen naar of hij wat gezien had. Ja, mijn portemonnee was pleiten. Dat vind ik niet zo leuk. Nou, en ik ga daarmee naar het politiebureau. Dan moet ik aangifte doen. Want het was rijbewijs, bankpasjes en ID-bewijs. Een gesodemieter, man. Nou, dan zit ik de aangifte te doen bij die agent. En die agent is tegen mij van, ja, heb je enig idee wie het gedaan heeft? Ik zei, nou, ik vertel het verhaal van die neger. Ik zei, ik denk dat die neger het gedaan heeft. En die agent zo, ja, weet niet. Dat denk ik ook. En die ging verder met typen. Zowel de agent als ik dachten, die neger heeft het gedaan. Ja, zo'n agent kan er niks doen. Die kan moeilijk de negerwiede inwoners van Arnhem allemaal gaan ondervragen. Van, was je toevallig op die donderdagavond om 3:00 s'nachts in Café De Buik? En stond je tegen die paal aangeleund? Ja, dat is wel grappig. En toen kwam ik daarna op het gemeentehuis. En dan zat er zo'n buurlander. Die was aan het inburgeren en die werkte dan voor de gemeente. Dat vind ik ook zo raar. Waarom kunnen dat Hollandse mensen niet doen? Heeft niet van positieve discriminatie of zo. En dan moest je dus een pasfoto meenemen. Moet ik zeggen, ik heb dan ook mijn pasfoto's ook mee. En toen zei ik tegen die jongen met een heel serieus gezicht van, dit is een pasfoto van iemand die heel erg veel op mij lijkt. Is dat ook goed? En die man die kijkt me zo heel bedenkelijk aan van, ik word hier gefraudeerd. Nou, toen zag hij dat het mijn pasfoto was. Ja, van iemand die heel erg veel op mij lijkt. En toen kon er wel een glimlachje af. Ik denk, nou zo. Welkom in Nederland. Fijn dat je aan het inburgeren bent. Wij houden hier van een mopje op zijn tijdje. Nee, ik heb me voorgenomen hoor, ik neem de hele boel niet meer serieus, ik ben er klaar mee. Oh, wat een onzin allemaal. Gisteren belde mijn dochter op, kijk, dat neem ik serieus. Dat was hartstikke leuk. Het lieve kind zit in Kroatië op studiereistoestand. En vandaag heb ze een rondleiding door Zagreb, zit in de hoofdstad daar. Bij de dakloze opvangregeling van Kroatië. Mijn dochter zit in de pedagogische hulpverleningsopleiding dinges. Dat is HBO ook nog. Nog een beetje een niveau. Ze hoeft zo dadelijk geen toiletten schoon te maken. Ik waarschijnlijk wel. Een beetje uit thuiszorg. Vuilniszak water zetten. Planten water geven. Denk ik, weet het niet. Konten wassen vind ik ook goed. Maar dat zal ik wel niet mogen. Dat zal wel voorbehouden zijn aan verplegend personeel. Denk ik. Maar andere dingen, boodschappen doen. Ja, dat doe ik voor mezelf ook hoor. Ik heb geen pleinvrees. Ik heb geen supermarktvrees. Vrees. Die bij de Albert Heijn. Ja, ik wil niet zeggen dat die kassières allemaal ken. Maar er zitten echt wel hele aardige tussen. Was het ook alweer met Albert Heijn. Ik zat echt ontzettend te puzzelen. Ik heb maar heel weinig geld. En dan ga je overal op letten. Dat lijkt me
nogal virussen. Dan gaan ze heel zuinig om met je geld. En dan wil ik dan even zo perfect mogelijk afrekenen. En dan zei ik tegen haar van, dat was iets van, het was zoveel euro en 5 cent. Ik zei, ja, ik heb hier ook nog 5 cent. Dat scheelt me, dan heb ik wat overzichtelijker muntjes. Hè. Anders krijg ik 95 cent van zo'n aardig. Maar ja, je had iets van een tientje of zo, dan krijg ik 4,95 euro terug. En dat heb ik. Dan heb ik weinig overzicht over hoeveel ik nog heb. Dus ik geef haar die 5 cent. En zij zo, oh, zei ze, wat fijn, want die spaar ik. Nou, blij jou fijn moment hebben bezorgd. Ja, dank u wel, meneer. En toen dacht ik, shit, ik was melk vergeten te kopen. Die haal ik bij de Albert Heijn, want daar is het 92 cent voor een liter. Ja, je beschut je kapot als bijstandgevoelige. En dat is dan toch eventjes, 23 cent goedkoper dan dezelfde soort melk, volle melk. Hier bij de Spar. Kijk. En dan gaan we praten, want ik vind het neuk dus niet meer drinken en zo. En dan eet je wel een boterhammetje of zo. Dan heb je toch een beetje droge mond, hè. En dan lekker zo'n beker melk erachteraan. Ja, en dan denk ik rustig een liter melk per dag weg. Ja, begin al bij het ontbijten, een glasje melk. Bij de lunch, glasje melk. Uurtje of 4 krijg ik een beetje honger, een glasje melk. Een uurtje of 8 s'avonds een beetje warm eten of zo. Oh, een glasje melk. Ja, oké, okay, een liter melk per dag. Ja. Nou, dat tikt toch aan, hè? Een liter melk voor 1,15 per dag of 92 cent. Ah, 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 ah. Ja, ons pensioen nog. Dus zo dadelijk moet ik het gaan doen van een beetje zo grof weg, dacht ik zo. 15 euro per dag. Voor alle fratsen, inclusief een nieuwe spijkerbroek. We worden nog puzzelen. Maar daar kom ik wel uit. Dat maakt me geen zorgen over. En ik neem aan dat als ik dus ga werken, dat ik dan uiteindelijk, als ik me een beetje gedragen wil, krijg ik er misschien wel een centje bij. We zullen wel zien. En anders krijg ik wel bijzondere bijstand als mijn wasmachine kapot gaat. Denk ik wel. Ik ben benieuwd hoe ze me zullen vertroetelen. Pamperen. Nou, die vrouw van de UWV oogde positief. Ik had er ook niks verteld dat ik een ontzettende zuipartij achter de rug had. Oh, zei ze, maar u komt heel helder over. Ik zei, ja, een paar weken geleden mee opgehouden. Oh? En helemaal alleen? Zonder begeleiding? Ik zei ja. Dat vond genoeg wat. Oud zijn we. Uit haar ogen sprak ze iets als respect. Maar dat mag, dat vind ik niet erg. Hoeft ze niet te hebben. Ik heb ontzettend veel gesopen en nou niet meer. Nou, een tiet van Kolmen en een tiet van Gorn. Ik wil niet blijven huilen in je leven, toch? Kijk, ik moet even wat boodschappen doen. Naar 3:50 op gemeentehuis zijn. Als ik nou, dus 5 minuten lopen. 4:05. 3:05 de deur uitgaan. Kan ik kalm aandoen. En mooi een halfje wit aan. Nee, dat gaat niet. Dit is me te duur. Ik ga wel naar de Albert Heijn. Naar afloop. Daar hebben ze wel goedkoop brood. Het is niet zo lekker, maar dat maakt me echt niet uit. Haal ik daar ook mijn roomboter. En een pakje kromen. Vanavond lekker champignonsoep verder eten. Met een paar lekkere boterhammen.
En morgen ga ik mij lekker een pasta maken. Een lekkere tomatensaus dingers. Ik heb olijfolie gekocht. Lekker goedkoop. De allergoedkoopste. Die toch wel een beetje oud hoor. Dat is wel 4,5 euro. Bijna een liter. Ja, dat is denk ik wel een liter. Dat is wel lekker hoor. Tomatensaus, een uitje erin, een knoflookje, een scheut olijfolie, zachtjes bakkeren. Dan die tomaten erbij. Ik heb nog wat van die Italiaanse kruiden. Oh, die kan ik wel even een beetje aanvullen. Die gedroogde, gewoon een basilicum, oregano, majoraan. Scheutje room erin is ook wel lekker. Kijk hoe duur de slagroom is. Bij de Albert Heijn. Kom maar mee van. Ja, ik moet erom denken niet te veel op een dag uit te geven. En alles te kopen wat in de aanbieding is. Maar ja, heb je wat te doen overdag? Ja, ik hoef toch niet te werken nu. Ik zit met smart te wachten op mijn thuiszorgbaan. Oh, 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 wat zie ik daarna? Ja, of iets anders hoor, maakt me ook niet uit. Ben ik weer een beetje onder de mensen? Komt er weer een beetje vaart in mijn leven. Het lijkt me het leukste om in de thuiszorg te gaan werken. En dan vooral het allerleukste is dan als ik dat aan mijn moeder vertel. Ja, ik ga dat, mijn moeder hou ik in principe niet helemaal op de hoogte van alles wat ik uitvreet. Maar je wil zo'n mens toch niet zenuwachtig maken. Het is ook al 77. Ouder dan 75. Dus 18, ja, 18 jaar ouder dan ik. Ja, ze is 78. Ja, zij is al jaren geweest en ik word in augustus 60. Dus dan moet ze 78. Dan vraag ze vast, als ik dan weer daar langs ga, of ik bel er een keer voor. En hoe gaat het met je bedrijf? Dat ik dan zeg van, nou man, ik heb de harp aan de wil gegaan. Nee, de lier aan de wil gegaan. Net als die jongens in Babylon, die Joden. By the rivers of Babylon, there we sat down. Komt uit de Bijbel, hè? Even voor de gein, toch even pakken. Ja, dat geloof je natuurlijk niet, maar er komen heel veel dingen uit de Bijbel, en dat weet je helemaal niet. Hè? King James. En zoeken wij bij the rivers. Ik gok dat het in het boek Daniël staat. Gokje. By the rivers of Babylon. Oh nee. Psalmen 137, vers 1. By the rivers of Babylon, there we sat down. Yea, we wept when we remembered Zion. Psalmen 137, vers 1. Oh ja, en ik ga sparen voor een statenvertaling. Het is niet de King James, maar een statenvertaling. De Nederlandse. De Nederlandse King James, zullen we maar zeggen. Want ik heb hier als Bijbel een NBG-Bijbel. En toch een beetje jolig hoor. Niet dat het slecht is, dat is nou ook weer te veel gezegd. Maar de statenvertaling heeft meer pit. En dan misschien ook nog een King James. Maar die zijn niet zo duur. Dat is €8,95.
Daar heb ik er twee van gekocht en die heb ik alle twee weggegeven. Ja, die een heb ik weggegeven aan mijn dochter. Dat is dan prima. En die andere heb ik weggegeven aan een vent. En die zit nu met mij in het bakje eikels die ik niet meer hoef te spreken. Zo'n kaartenbakje heb ik hier, als het ware. Daar staat zijn naam in. Maar hij heeft de Bijbel en het zal wel ergens goed voor zijn. De King James. Moet ik er eentje van mijn eigen hebben. Maar de King James is maar €8,95. Dat kan een brandje wel trekken van zijn bijstandsuitkering. Maar een statenvertaling. Oh, zijn duur hoor. Of duurder. Als je een mooie koopt, is het ook €50. Ik weet niet of ik. Ik heb er toen een voor Jörg Liesman bij hem thuis laten bezorgen. Zo was. En die was €32,50. Ah, dat was wel een mooie, moet ik zeggen. Een mooie grote. En op zich hoef ik dat niet. Hij mag wel wat kleiner zijn. Ik heb een leesbril en een goede lamp. Ik vind het wel prettig om een Bijbel, want ik heb de Statenvertaling en de King James heb ik hier online. Ik hoef maar een K in te typen in Chrome en er staat gelijk King James in de URL-bar, adresbar, balk. En als ik een S in type, is gelijk Statenvertaling. Dus S, enter, heb ik de Statenvertaling. K, enter, heb ik de King James. Kijk, dat noem ik automatiseren. Maar het leest niet zo lekker vanaf het scherm. Ik kan er niet in bladeren. En in een Bijbel kan je bladleggers doen. En je kan erin kliederen. Onderstrepen, uitroepteken. Ik heb zo'n heel oud Bijbeltje heb ik van mijn ouders gekregen. Toen ik 13 was of zo. 14. Maar ik denk, ja, zoiets. Met een opschrift van mijn vader erin. Die had zo'n heel statig, krullend handschrift. Heel netjes. Ja, die schreven bijna poëtisch. En daar heb ik al mijn zitten kliederen. Onderstrepen dus. Het Bijbeltje is helemaal kapot, man. die valt bijna uit elkaar. En mijn NBG ook hoor. Genesis 1, die valt er bijna uit. En andere pagina's die opengelegen hebben tijdens dat er bezoek was. En dan ligt die open, dan weet ik veel, had ik de geest gekregen. Dan denk ik, hoppakee. En dan gaat er weet ik veel, glas water overheen. Er zitten gelukkig geen vlekken in. Nou, een klein beetje. Ja, zelfs met goud zit er. Twee bladwijzers. Ja, de Bijbel is mooi. Dan zijn we die mensen en die zeiken er alleen maar. Nee, ik niet. Even kijken wat we toch hebben. Ik heb psalmen open. 37. Aan Babels stromen, daar zaten wij, ook weenden wij, als wij Sion gedachten. Aan de wilgen aldaar hingen wij onze citers, lieren. Want daar begeerden zij die ons gevangen hielden van ons een lied. En zij die ons mishandelden, vreugdebetoon, zingt ons een
der liederen van Sion. Hoe zouden wij des Heren lied zingen op vreemde grond? Indien ik u vergeten, o Jeruzalem, zo vergeten mij mijn rechterhand. Mooi, hè, psalm. Ja, dit is het boek van Hedley. Psalm is dik, hoor. Een behoorlijk stuk van. Geen spreuken. Dus psalm. 779, daar eindigt het psalm. En het begint ook. Ik ken de Bijbel al dus vanaf mijn 12e. Mijn 13e, 14e kreeg ik mijn eigen Bijbel. Maar daarvoor had ik een leenbijbel. Van de Pinkstergemeente. Die gaven ze mee aan de kinderen. Ja, dus het eindigt op 779 en het begint dan pak een beetje op 737. Dus dat is dan afgerond 777 min 63. Is 140 pagina. Ja, dat is dikker dan die Grundlage der Moral van Schopenhauer. Dat is alleen maar psalmen. Welzalig de man die de Heere tot zijn vertrouwen heeft gesteld. Die zich niet wendt tot de hoogvaardigen, noch tot hen die naar leugen afbanen. Ja. Daarvoor zit het boek Job. Ja. Dat is goed. Ik hoop dat jullie ook allemaal op een dag een statenvertaling gaan aanschaffen. Dat is dan de NBG waar ik het voor heb. De statenvertaling die moet je. Die originaal. Ik zat een keer in de auto en mijn vriend Dirk die zette die cd op van Nirvana, de eerste. Het eerste nummer wat Smells Like Teen Spirit. Tadaa. De dochter die zat op de achterbank. En die vroeg zo, is dit het origineel? Ja, dat hoor ik al aan die tadaa. Ja, natuurlijk. En Dirk tegen mij, die vriend. Zo, dat hoor je snel. Ja, ik heb zelf gitaar gespeeld. En terecht dat mijn dochter dan vraagt, is het wel het origineel? Want ja, die kinderen luisteren dan heel veel van die namaken, de covers, hè. En dit is, de NBG is in feite een soort cover, niet het origineel. Het origineel is de Statenvertaling. 1637, ja. Is het boek Samuel. David en Goliath. Lekker die Filistijnen in elkaar hakken. Nou, je kan naar Lord of the Rings kijken voor een goede knokpartij, maar in het Oude Testament kunnen ze er ook wat van, hoor. Kill the Movos. Nou, zie je wel, de Bijbel is een gewelddadig boek. Niet zo zeuren. Ik heb altijd het Nieuwe Testament nog. Ja, maar die Jezus, die vind ik dan weer veel te lief. Ja, het is ook nooit goed, hè. De geboorte van Samuel. Oh, ik ga er straks, ga ik dit lezen. Ik ga misschien ook wel een stukje voorlezen voor het intro.
Oh, en het is alles maandag, 29 avril, zeggen de Fransen. 29 avril. En woensdag ga ik met Jurk Liesman weer aan de slag. En dan gaat hij in zijn beste Vlaams, Nederlands, vertellen over Maarten Luther. Dat wordt denk ik een hele leuke, informatieve uitzending. Jurk heeft een geschiedeniskennis. Helemaal koud van. In de zin van... Jurk is een eer dat ik hem heb mogen ontmoeten. Ik ben ook bij hem thuis geweest. Dat is leuk. Ik had een kater, jongen. Maar die dagen had ik hem elke dag, dus dat maakt hem ook niet uit. Maar als ik toen had moeten blazen, dan had ik het niet. Maar dat weet ik ook niet zeker. Maar ik heb het helemaal niet gebotst, ik doe dat ook nooit. Met de auto rij ik altijd en ik rij om de paaltjes heen en ik vermijd tegenliggers. En in de regel houd ik mij aan de maximum snelheid. Want Wim Kruidentuin die krijgt de boetes binnen en die weet precies dat hij het niet was. En dat Martin het ook niet kon zijn, dus was Perry Winkel het. Ja. Ik sta trouwens achter bij die jokers. Die krijgen ook nog geld van mij. Oh, betalen, betalen, betalen. Ik ga mooi helemaal... helemaal clean worden. Nou, het is nou 3:05. Dus over een kwartier... begint mijn consult op het gemeentehuis. Voor mijn ideebewijs. Zodat ze extra zeker kunnen zijn... dat Perry Winkel echt wel is wie die bedoelt. Want ja, het kan ook zijn dat het iemand anders is... en die heeft al... gegevens van Perry Winkel aan zijn hoofd geleerd. Hè? Oh, 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 wat kan je lachen met de overheid. Nou mensen, ik moet er eventjes zo... Mijn nagels zijn schoon, dus daar kan ik niet aan liggen. Ik moet er wel even een schone trui aan. Ik moet wel een beetje ja, respect tonen voor mijn toekomstige werkgever. Hij die niet werkt, zal niet eten namelijk. Dat staat in de Bijbel, dus daar houden wij ons aan. En tegen jullie zeg ik, op deze vrolijke dag, dag 22, helemaal droog. Geen alcohol, geen wiet. Oh ja, en er is ook geen tabak meer sinds 2 weken of zo. Nou, suiker, dat is dan ook uitermate op de bol. Zeg ik tegen jullie, op zijn hamburgers. Wat een vrolijk Arnhem. Met een goed gevoel. Tjus. En dag lieverds.